Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe IGTV. Het lijkt nog maar heel kort geleden dat ik de andere video over de Bluxbox heb opgenomen. Maar de 2 maanden zijn er weer voorbij en dat betekent weer een nieuwe Bluxbox. Ken je de box nog niet? Het is een box vol beautyproducten, zo'n 8 tot 10, met een minimale waarde van 100 euro. En je betaalt zelf slechts 29,95 inclusief verzending. Superleuk om producten te leren kennen op die manier. Ik ga ze samen met jou unboxen. Het zit altijd superleuk ingepakt, dus het is echt een cadeautje om open te maken. En daardoor ook bijvoorbeeld heel leuk om weg te geven als cadeautje. Je hoeft de deur niet vooruit en dat komt nu wel heel goed uit natuurlijk. Er zit altijd een papier bij met meer informatie over de producten en de daadwerkelijke winkelwaarde van de producten. Dus dat is ook altijd wel heel leuk om uit te rekenen hoeveel je nou eigenlijk in je zak hebt gestoken. Nou, ik ga hem even naast me zetten en dan gaan we van start. Zo, en we gaan van start met het eerste product van Olaz. En dit is de Olaz Detox & Glow Dagelijkse Scrub. Die ziet er zo uit. En het exfolieert op milde wijze, zuivert en verfijnt de huidtextuur en vermindert de zichtbaarheid van poriën. Omdat het zo zacht is voor de huid, is het dus geschikt voor dagelijks gebruik. Het is verrijkt met vitamine E en provitamine B5. En het helpt doffe en dode huidcellen te verwijderen voor een stralendere huid en een prachtige stralende tint. De winkelwaarde is €7,99 en het zit in een makkelijke tube, waardoor je ook nog eens lekker hygiënisch te werk gaat. En dan gaan we naar het volgende product. Die is van Essence. De Essence Shine Last & Go Nagellak. Ik heb de nagellak van Essence, deze variant, leren kennen via de Bluxbox. Hele poos geleden zat er een roze variant in de box. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk verslaafd geraakt aan deze Essence nagellakjes. Dus be prepared als je de Bluxbox dus aanschaft. Er kunnen altijd wel dingen in zitten die je echt, waar je echt gewoon niet meer zonder mee wilt. En dat is ook zeker één van. Ik heb deze kleur gelukkig nog niet. Dus dat is wel erg fijn. En dit is de nummer 42. Everybody say yeah. En wat ik zo fijn vind aan deze nagellak is dat het zo'n dun kwastje heeft. Zo'n dik, breed kwastje heeft. Gaat lekker. Goed begin. Kijk, zo ziet hij eruit. En hij loopt iets rond, waardoor je heel makkelijk je nagels mooi kan lakken zonder je nagelriemen te raken. Hij dekt heel goed. In 2 lagen heb je nog een volledige dekking. En daarnaast droogt hij ook mega snel en dat is natuurlijk ideaal als je even snel de deur uit wil, maar niet zonder nagellak de deur uit wil, dan ben je hier goed mee, want het is zo droog. En daarnaast blijft het ook nog eens goed zitten. Het is ook nog vegan en je krijgt echt een gel finish. Nu kan ik het nu niet laten zien omdat ik een andere kleur en merk nagellak op mijn nagels heb, zal je net zien. Maar hij is echt heel mooi, dat kan je van me aannemen. En trouwens, als je Shine Last & Go intikt op mijn blog, dan kom je heel wat reviews en swatches tegen van deze nagellakjes. Want ik heb er heel wat liggen in mijn stash, dus superleuk. De prijs is trouwens ook heel interessant, €1,59 voor een nagellakje. Nou, dan kan je toch niet zonder nagellak de deur mee uit hoeven gaan, toch? Dan gaan we naar het volgende product. En dit is de Baxi Hair Wonder. En dat is een droog shampoo die het haar een directe verfrissing geeft met een subtiele geurende spray. En het bevat voedende provitamine B5 en haverolie. En het zorgt natuurlijk ook voor dat het de overtollige olie uit je wortels absorbeert. De winkelwaarde is €9,99. Het is een makkelijke spray. En hij is heel licht. En er zit maar 75 ml in. Dat is natuurlijk ook ideaal voor op reis. Nou, mogen we nu natuurlijk nog niet op reis. Maar we gaan er natuurlijk vanuit dat dat over een tijdje weer wel mag. Dus dan is dat ook ideaal om mee te nemen. Een weekendje weg of wat dan ook. Heel fijn. En dan gaan we naar een eyeliner brush. Dat is deze. De Vintage Cosmetics Company Eyeliner Brush. Ik ga hem er even uitpakken dat je het puntje goed ziet. En deze eyeliner zorgt voor ultieme precisie en controle bij het aanbrengen van een eyeliner. En het is veelzijdig genoeg om poeder, crème en een vloeibare eyeliner aan te brengen voor de perfect flirterige beweging langs je wimperlijn. En ik zal hem laten zien. Hij is inderdaad heel dun, echt een dun puntje. En het heeft synthetische haren
Het is natuurlijk een hele dunne punt, maar dat zagen we zelf ook al. En de cremige houten handvat voegt een extra vintage look toe. Ja, gewoon basic, maar wel heel fijn. De winkelwaarde is 7 euro. Dan gaan we naar een product. Ja, de inhoud van de Bluxbox is echt helemaal perfect. Want nu zit er weer een product in. Ja, je denkt een borstel is maar een borstel. Totdat je deze hebt geprobeerd. Dan praat je wel anders. Want dit is namelijk de Wet Brush Mini Detangler. Ik heb de Detangler Pro. Dus dat is de grote zus van deze. En die is zo onwijs fijn. Het is zacht voor je hoofdhuid. Het ontwart je haren heel goed. Ook als het nat is, want daar is deze borstel ook precies voor bedoeld. En ja, in het artikel op mijn blog vind je heel veel informatie over die borstel. En vooral ook over de haren van de borstel, want dat maakt het bijzonder. Maar ik laat hem sowieso even aan je zien. Want deze mini had ik dus nog niet. Want hoe schattig ziet dit eruit? Met alle nasjes op de achterkant. En dit is natuurlijk een ideaal formaatje om mee te nemen in je tas. Waardoor je altijd gewoon onderweg ook je haren kan kammen. Ja, ik vind het altijd toch makkelijker dan zo'n grote borstel. Ik ga je even de haren goed van dichtbij laten zien. En die bevatten soft tips. En dit is geschikt voor de gevoelige hoofdhuiden, voorkomt haaruitval en stimuleert door doorbloeding van de hoofdhuid. En het is perfect te gebruiken bij extensions en pruiken. En je kunt het dus zowel droog als nat gebruiken. En de mini variant kost €9,95. Maar als je deze dus probeert via de Bluxbox, ja, zit de kans groot in dat je ook de grote zuster heel graag van wilt. Want ze zijn echt fantastisch. Super fijn. Ik ben heel blij dat ik deze mini variant ook heb. Dan gaan we naar het volgende product. Dat is de Nivea Sun. Sensitive Immediate Protect SPF 30 Zonnemelk. En deze is geschikt voor de gevoelige huid. De formule is verrijkt met aloe vera en jojoba olie. En dat verzacht de gevoelige huid en biedt een betrouwbare UV-bescherming tegen huidreactie veroorzaakt door de zon. En het bevat zeer effectieve UVA en UVB bescherming. En de lichte formule is ongeparfumeerd, niet vet en bovendien waterbestendig. En de winkelwaarde hiervan is €19,99. Dit is natuurlijk een melk. Zo'n dopje. Mocht je de melk nou niet fijn vinden, dan heeft Nivea ook altijd een zonnespray. Mocht je dat fijner vinden. Maar in ieder geval in de Bluxbox vind je deze variant. Dan gaan we naar een oogschaduw. Dat is van het merk Floss. Zo ziet de verpakking er trouwens uit. Ik ken het merk eerlijk gezegd nog niet. Het is altijd wel leuk om dus via zo'n box nieuwe producten te leren kennen of producten uit te proberen die je anders niet zo heel snel zou gebruiken of zelf zou kopen. Dus daarom ben ik ook heel fan ervan. Maar dat had je volgens mij al door. In ieder geval, dit is de oogschaduw in de kleur Corfu. Is een draaidop en zo ziet hij eruit. Ik heb hem al een keer geswatcht en daar viel me echt op hoe zacht en boterachtig die is. Kijk even. Ja, je ziet de glans niet goed. Ja, als ik zo doe, yes, daar komt hij. Ja, hij voelt gewoon heel zacht aan. De glans is heel mooi. Hij geeft ook zelf aan dat je het met je handen en met een penseel aan kan brengen. En het heeft een stralende, zachte en langdurige kleur. Nou, ik heb hem nog niet op mijn ogen geprobeerd, maar hier voelt hij in ieder geval wel erg fijn aan. De winkelwaarde daarvan is €14,70. Even een doekje bij. Doe het even van mijn handen af. Dat ik niet straks alles onder de poeder zit. Dat wil je niet hebben. Dan gaan we naar een masker. En dat is de Secret. De Aqua Blast Lenticel Mask. En dit is een ultiem hydraterend masker voor de droge huid. Gebaseerd op een mineraalrijk vel dat langdurige voeding geeft. En het helpt een natuurlijke vochtbalans van de huid te herstellen en vochtverlies te voorkomen. En de winkelwaarde is €15. Ja, ik ben altijd groot fan van hydraterende maskers, dus deze gaat ook zeker van pas komen. Die ga ik zeker proberen. Heel fijn. Dan gaan we naar een ander make-up product en die is van Luxe. Dit is een lipstick. Je hebt hem in twee kleuren en ik heb de
Apricot Pearl variant. En je kan ook nog de Blossom Rose Pearl variant in je Bluxbox hebben. Dus het is even een verrassing welke je dus krijgt. Het heeft een ultra glanzende finish, optimaal dekkend en long lasting, zonder een droog gevoel achter te laten. En dit is de flacon en dan ga ik je de kleur ook laten zien. Ik ga hem meteen even swatchen. Oeh, dit is wel een hele mooie kleur. Een roze kleur met een beetje een gouden gloed eronder. Dat kan ik nou niet echt in beeld krijgen. Ja, zo zie je het een beetje, denk ik. Yes. En dit is de lipstick zelf. Ik vind het een mooi kleurtje, perfect voor deze zomer. En hij is ook nog eens verzachtend, hydraterend en anti-aging. En het heeft natuurlijke ingrediënten, vrij van mineralenolieën, dierproefvrij en duurzaam geproduceerd. En er zit ook nog wonderboomolie in en die behandelt en voorkomt droge lippen. De winkelwaarde is €16,25. Leuk kleurtje voor deze zomer. Ik pak weer even mijn doekje erbij. Ik haal het weer even van mijn hand af. Zo, en dan gaan we alweer naar het laatste product. En dit is een tandpasta van Aquafresh. En dit, je kan of deze variant in je Bluxbox hebben of de andere variant. Ik heb de eucalyptus, lime en mint. En je kan ook nog de grapefruit, citroen en mint variant in je Bluxbox krijgen. Ja, ik was deze tandpasta al tegengekomen in volgens mij de folder van de Kruidvat, als ik me niet vergis. Daar was ik eigenlijk al heel nieuwsgierig naar, omdat dit dus een fruitige geur zou hebben. En toen zat ik al te bedenken, ik denk, ja, is het leuk om dat te reviewen op een blog? Of gaan mensen me letterlijk voor gek verklaren en zijn ze totaal niet geïnteresseerd in zo'n tandpasta? Nou, ik hoop het eerste, want ik ben er zelf eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. Ik denk dat je me ook nog wel eens in een losse review terug gaat kunnen vinden. Maar ik ben gewoon heel benieuwd of het dus echt fruitig smaakt. Want hij belooft verder wel sterke tanden, gezond tandvlees en een fris mondgevoel. Dus wat je ook gewoon bij een normale tandpasta hebt. Maar ja, dit eigenlijk met net een extra touch eigenlijk. Dus daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar. Laat het vooral weten of het aan mij ligt dat ik hier nieuwsgierig ben naar een tandpasta. Of dat je zelf ook wel erg benieuwd bent of het echt doet wat het belooft. Er zit trouwens ook nog iets heel leuks van Aquafresh in de Bluxbox. Blinddoekje. En het is wel heel leuk, want dan spelen ze wel goed op in. Want vanaf nu kun je iedere dag fris en fruitig beginnen. Nou, en hier heb je alvast de goede nachtrust mee en geen last van licht of andere dingen in je omgeving. Dus leuk gedaan. Ja, ik ben hier echt heel benieuwd naar. Ja. Het is weer een ander soort beauty product, hè, wat je dan kan testen. In ieder geval, dit was alweer alle inhoud en alle producten van de Bluxbox. Ik ben heel benieuwd wat je van de inhoud vindt. Of je ook net zo enthousiast bent van sommige producten als wat ik ben. En naar welke producten jij het meest nieuwsgierig bent. Laat het vooral even weten in de reacties. En laat ook even achter als je een losse review van iets wil hebben. Bijvoorbeeld van de tandpasta. Ik noem maar wat. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Doei!